Gaat u verder. In antwoord op de vraag van de heer Vermeer, dat hij in maart een motie heeft ingediend die oproept tot met een masterplan te komen voor krimpregio's. Nou, mijn voorganger heeft deze motie met oordeel Kamer geapprecieerd met een aantekening daarbij. Die aantekening was dat de motie zo kon worden geïnterpreteerd dat ze ervoor zou zorgen dat in de door de minister van BZK toegezegde regionale toekomstagenda's in het kader van elke regio telt, de component regionale economie nadrukkelijk wordt meegenomen. De heer Vermeer is daar toen mee akkoord gegaan en deze toezegging die staat nog steeds. De minister van BZK zal voor de jaarwisseling komen met een voortgangsbrief over elke regio telt, waarbij ook wordt ingegaan op de regionale toekomstagenda. Dan ga ik naar de vraag van mevrouw Van Dijk. Die vroeg of ik een toezegging kon doen om de regionale ontwikkelingsmaatschappijen te ontzien wat betreft bezuinigingen. De ROMs zijn onmisbaar en een belangrijk instrument voor innovatie en ondernemerschap. Met hun innovatiekracht stimuleren de ROMs ondernemerschap en versterken ze zowel regionale als landelijke ecosystemen. Een mooi voorbeeld van hoe de ROMs een verbindende schakel zijn tussen Rijk en regio is onder andere hoe LIOF in Limburg werkt aan de ontwikkeling van de nieuwe technologieën voor de Einstein-telescoop. Om die reden zijn de ROMs de afgelopen jaren versterkt. Ten opzichte van 2021 is de structurele subsidiebijdrage van economische zaken aan de ROMs verhoogd met ruim 4 miljoen euro naar ruim 11,5 miljoen euro. Daarnaast is het afgelopen jaar samen met provincies gewerkt aan een meerjarenstrategie boven regionale samenwerking, waarmee de ROMs ook de krachten bundelen om de komende jaren samen te werken op een aantal thema's. Specifiek voor deze bovenregionale samenwerking maak ik de komende jaren aanvullend 4 miljoen euro vrij. De bezuinigingen op de ROM-subsidie van circa 3 miljoen euro per jaar vanaf 2026 zijn het gevolg van de door het kabinet aangekondigde subsidietaakstelling. Bij de voorjaarsnota 2025 vindt mogelijk een heroverweging plaats van de invulling op basis van de actuele inzichten en prioriteiten. En daar wil ik liever niet op vooruitlopen. Mevrouw Van Dijk. Nee, dankjewel. En ik had het antwoord natuurlijk ook gelezen. En ik snap dat de minister niet wil vooruitlopen. Aan de andere kant geeft hij zelf ook een wervende verhaal hoe belangrijk de ROMs zijn. Dus ik vertrouw er gewoon.